Welkom bij stap 3 van de Kickstart Jouw Dag Challenge. Vandaag gaan we schrijven. Jij hebt heel duidelijk omschreven wat het is waar je aan wilt werken. En je ziet voor je hoe jij je voelt als je jouw doel hebt bereikt. Super! En we beginnen net als Stephen Covey die zegt: Start with the end in mind. Begin met het eind in gedachten. Dus als jij denkt aan dat doel en hoe dat eruit ziet als je dat hebt bereikt en hoe jij je dan voelt, ga dan eens terugdenken. Welke acties kun jij nu bedenken die gaan helpen om jouw doel te bereiken? Dus als jij bijvoorbeeld als doel hebt gezet meer tijd voor jezelf, dan kun je denken aan 's ochtends iets eerder opstaan, vaker weggaan achter mijn bureau voor pauze, vaker afspreken met vrienden of toch terug naar die sportschool om lekker wat tijd te hebben voor mezelf. Dat zijn een aantal ideeën en ik weet zeker dat jij er meer hebt die je kunt bedenken om jouw doel te bereiken. Schrijf die op. En vervolgens ga je kijken welke van deze ideeën zijn nu het meest impactvol. Welke van die acties helpen mij om sneller mijn doel te bereiken. En ik vraag je om daar 3 acties van te selecteren. Die acties die het meest impactvol zijn, die kun jij na je ochtendritueel direct in werking zetten. En als je dat iedere dag doet om te kijken naar wat is mijn doel, hoe bereik ik dat, wat zijn nu de meest impactvolle acties die ik kan nemen om aan dat doel te werken, dan ga je als een gekko en dan bereik je dat doel in no time.